Op de vaccinatielocatie in Leiden wordt het leger ingezet om het zetten van boosterprikken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nou, Defensie die staat ten dienste van de Nederlandse samenleving. Dat doen wij doorgaans eigenlijk in het buitenland. Vandaag doen we eigenlijk twee dingen hier in Leiden. In Leiden testen en ondersteunen bij het vaccineren. En we leggen wegen verkeersmatten voor de, ik zal maar zeggen, maar toestroom naar de test- en de vaccinatielocaties. We denken dat dat de komende weken drukker wordt vanwege de ambitie die Nederland heeft op het gebied van de booster. En dan eind januari halen we de spullen weer op. Je kunt nu al zien dat de mensen al bijna in een file naar binnen rijden en dat het al heel moeilijk is om een parkeerplaats te vinden. Als het nog veel drukker wordt, dan gaat dat niet meer. Nou hebben wij hier nog een locatie die ontwikkeld gaat worden. Die hebben wij nog in bezit. Maar als je dit gereed wil maken voor parkeren, dan ben je toch wel een tijd bezig. En die tijd hebben we niet. Nou heeft Defensie dit soort matten om uit te rollen en daar kun je op parkeren. Het is niet helemaal vlak, het is niet zo ideaal als je het zou willen hebben, maar als je hier voorzichtig overheen rijdt kun je hier prima parkeren. En dat helpt natuurlijk heel erg om die grote aantallen auto's straks op te vangen. We doen er op dit moment 200 per uur en we willen naar 300 per uur. Maar de parkeerterreinen zijn op dit moment gewoon helemaal vol. En als we dat zouden gaan doen, dan komt er gewoon veel te veel buiten onze eigen terreinen te staan. En dat willen we niet meer. Dus vandaar dat we Defensie van de week gevraagd hebben een paar dagen geleden van kunnen jullie ons helpen? En ja, die helpen ons nu op dit moment voortreffelijk natuurlijk met wat ze aan het doen zijn. We lopen wat voor op het landelijke schema. Wij zorgen er ook voor dat een aantal buurregio's, die kunnen hier ook terecht. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op. En ik denk dat wij ook eerder klaar zijn dan de meeste regio's.